De allereerste moskee in Zele werd midden jaren 70 opgericht door de Turkse gastarbeiders in een rijwoning in de Dekkerstraat. En 10 jaar later is men verhuisd naar de Zwaanstraat. Dat waren 3 rijwoningen die een beetje heringericht waren om als gebedsplaats te kunnen dienen. Uiteindelijk heeft men besloten om de oude rijwoningen te slopen en een volledig nieuwe moskee op te richten. Het gebouw dient zowel voor religieuze, culturele als educatieve activiteiten. In de gebedsplaats worden dagelijks 5 gebedssessies gehouden. De moskee wordt dan ook het drukst bezocht op het wekelijks vrijdaggebed, het suiker- en offerfeest en ook tijdens de Ramadan vastenmaand. De Zeese moslimgemeenschap weet dat de deuren van de moskee steeds open zijn. Het theehuisje is een bijna dagelijkse ontmoetingsplaats voor velen van de Zeese moslims. In de Soenitische traditie is het niet toegelaten om menselijke of dierlijke afbeeldingen te tonen. Daarom ziet men vaak in Soenitische moskees een afwerking met mooie kalligrafieën. Deze kalligrafieën verwijzen vaak naar versen uit de Koran. Of bij ons ziet men ook de namen afgebeeld van de kompanen, de belangrijkste kompanen van de profeet Mohammed. De minbar is het reekgestoelte waarop de imam zijn wekelijkse preek houdt tijdens het vrijdaggebed. Dus wat heel specifiek is aan onze minbar is dat hij een vaste locatie heeft en dus heel mooi geïntegreerd is in de volledige afwerking van de moskee. Wat niet vaak het geval is in andere moskeeën waar je zult zien dat de minbar eigenlijk een mobiele constructie is. De mihrab is de plaats waar de imam het gebed leidt. Deze bevindt zich vooraan in de gebedsruimte en is georiënteerd richting Mekka. De mihrab is geïntegreerd in de muur, afgewerkt in blauwe tegel. Dat is heel typisch voor de Ottomaanse moskeeafwerking. De kalligrafieafwerking rond de mihrab zijn versen uit de Koran. De gebedsruimte bestaat uit 3 delen voornamelijk. De vrouwen gebruiken het gedeelte boven, de bovenverdieping. De benedenverdieping wordt gebruikt door de mannen. De grote gebedsruimte wordt gebruikt tijdens de belangrijkere feestdagen en het gereidagsgebed. En de kleinere gebedsruimte wordt dagelijks gebruikt 5 keer per dag.